Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, het is zaterdag, ik ben vandaag nog niet buiten geweest. Dus ik heb nog even geen vlogs kunnen maken. Als het goed is, ga ik morgen wel even naar buiten toe om even nog wat op te nemen. Ik voel me alleen niet zo lekker. Beetje hoofdpijn. Ik voel me eigenlijk niet zo lekker. En het zal ongetwijfeld wel door het weer komen. Alhoewel het van de week wel weer een ontiegelijke mooie week was met heel veel zon. Ik begon echt wel weer zin te krijgen in de lente. Alleen was het in de avond en in de nacht was het nogal slecht. Werd het kouder. Ging het vriezen. Ik heb nog een paar keer 's ochtends mijn raam moeten krabben. Dus overdag lekker. S'avonds en s'nachts bizar koud. Gewoon vriezen. Niet lekker in ieder geval. In ieder geval heb ik ook nog een vraagje aan jullie. Wat zouden jullie ervan vinden als ik gewoon elke keer op vrijdag een weekvlog maak? Een beetje een praatvideo. Jullie weten het, ik zou eigenlijk geen praatvideo's meer maken. Maar misschien is het wel leuk om een weekvlog te maken met alles wat ik deze week heb meegemaakt. Nou, deze week, ja, heel veel werken weer. Wat ik net al vertelde. Het lekkere zonnetje. Alex Sossen van Alles Kan Kapot Behalve Wij. Nou, die zit voorlopig weer te brommen in de bak. Het is opgepakt. Want de politieagent in elkaar geslagen. Werd getaserd, werd gepepperspreed. Alex Sossen, die zullen we dus voorlopig even weer niet zien op de social media. Hè? Op Instagram zit hij en op, als het goed is, op YouTube en op nog iets zat hij. Maar goed, in ieder geval, Alex Sossen, ik kijk er wel naar. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk wel naar Alex Sossen. Ik vind het wel vermakelijker om hem te zien. Ik zou het zelf nooit doen. Het is een beetje een een rebel is het. Een schillelijk is het. Maar ik moet wel eerlijk toegeven. Ik kijk ernaar. Ik vind het wel vermakelijk. En toch zie ik het een en ander ziek aan hem. Dat dit allemaal niet zo heel erg. Het lijkt misschien wel zo, maar hij bedoelt het allemaal niet zo slecht. Dus dat was eigenlijk het weekje eigenlijk wat ik deze week allemaal heb meegemaakt. Ik zit nog steeds te wachten op een nieuwe bus, die is er nog steeds niet. Ik ben benieuwd wanneer die gaat komen. Duurt me nu al een hele tijd al. En ik was er van de week langs gereden en ze hadden nog niks gedaan. Dus we gaan wel zien wanneer die bus gaat komen. En wanneer we nu eindelijk eens een keer in de nieuwe werkbus kunnen rijden. Dus in ieder geval, dat duurt nog eventjes. Momenteel zit ik even voetbal aan het kijken. Ik ben eigenlijk al de hele dag eigenlijk al voetbal aan het kijken. Ik ben begin van de avond om een uur of 5 was het of zo, ben ik begonnen met Sparta. Sparta speelde tegen Go Ahead Eagles. 1-0. Zojuist is afgelopen Groningen tegen NEC. Dat is 4-3 geworden. En nu speelt momenteel RKC tegen SC Heerenveen. En 2 minuten onderweg. Nu ik dit aan het opnemen ben. En stand dus 0-0. Dus dat ben ik een beetje aan het doen. Ik heb gisteren ook nog voetballen zitten kijken. Gisteravond had je Volendam tegen Excelsior. Volendam is koploper in de keukenkampioen divisie. De eerste divisie. En Excelsior stond derde of zoiets. Volendam had nog maar 1 wedstrijd verloren. En het stond na een half uur stond het al 0-4 voor Excelsior. Echt bizar. Het was echt een bizarre wedstrijd.
Ze kregen nog een goedkope strafschop, kreeg Volendam voor rust. Want ik vond dat nou niet echt een strafschop, vond ik dat. 1-4, toen was het rust. En na de rust maakte Volendam nog 2-4. Ging Volendam op jacht om de 3-4 en 4-4 te maken. Dat lukte ze niet. En uit de tegenstoot scoorde Excelsior 2-5. Bizarre wedstrijd. Echt een hele bizarre wedstrijd. Leuk om naar te kijken. Beter dan zo'n 0-0 wedstrijd. Nu is RKC Heerenveen. Dat is ook een hele belangrijke wedstrijd voor de degradatie. Want RKC zit een beetje in de degradatiezone. En Heerenveen, ja, daar gaat het ook heel erg slecht mee. Nou, volgens mij zit RKC nog wel boven. In ieder geval, het is in ieder geval een degradatie. Topper is het. Dus ik vind het wel leuk om naar te kijken. Dus we gaan lekker voetballen kijken in ieder geval. Dit was even mijn weekoverzichtje. Laat even berichtje achter in de comments. Of dat jullie het leuk vinden. Als ik elke week een... dat ik elke week een soort praatvideootje maak met het doornemen van de week. Dat lijkt mij in ieder geval wel heel erg leuk. Vanavond zouden we naar een kermis gaan. Die ging op het laatste moment niet door. Dat was in Berkel en Roosdereis. Ja, waarom die ineens het niet meer... dat hij ineens afgelast is, dat weet ik niet. Maar hij is in ieder geval afgelast. Dus dit weekend geen kermis helaas. In ieder geval bedankt voor het kijken. Dit was even de vlog voor mij. Ik spreek jullie allemaal. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer content. Meer leuke dingen. En doe een duimpje de lucht in. Abonneer dus. En als je abonneert moet je het belletje indrukken voor de notificaties. En dan spreek ik jullie allemaal. Volg mij op social media, ook op Facebook, Twitter, Instagram. En ik spreek jullie allemaal tot een volgende vlog maar weer. En als het goed is, is dat een buitenvlog. Groetjes van deze kant en een fijne avond. Hoi hoi!